weer een nieuwe vlog. Ik heb hele bijzondere gasten, want Fenna van Hoefijzer is er. Hoi! Hi! Oh, je zit aardig tegen de zon. Oh. En wie is er nog meer? Mia, dat is een klasgenoot van Fenna. En dan, Fenna, wil je even uitleggen waarom jullie hier precies zijn? Ja, zou ik anders even naast jou komen? Ja, dat is makkelijk. Fenna gaat even uitleggen waarom ze hier nou precies zijn. Nou, wij doen een soort van filmopleiding. En wij moeten deze week een documentaire maken. En Mila die kwam met het idee om het over een blind iemand te doen. En ik zei dan van, ja, ik ken Marina. En misschien is het leuk om over haar dan een documentaire te maken. Dus daarvoor zijn we hier eigenlijk vandaag, om een documentaire over Marina te maken. Leuk. Ja. En ik heb er zelf heel veel zin in. En Tessa en ik komt ook straks. En Fenna en Mila gaan straks ook nog mee naar de manege, want dan moet ik rijden. En dan blijft Tessa nog logeren. Dus ze gaan ook allemaal mee naar de manege. Dus er wordt proppen in de auto. Dan mag dat ook. Ja? Alles wordt klaargezet hier. We gaan de studio, Marie. Moet de radio niet uit of zo? Ja, die komen zo meteen uit. We gaan het gewoon even proberen. Ik zal hem ook nog iets meer. Zou dat kussentje naast jou misschien eventjes weg kunnen? Ja. Dat is iets rustiger. Ja. Ja, het ziet er mooi uit, oké? Ja. Nou, stel jezelf maar voor. Ik ben Marina, ik ben 11 jaar oud. En ik ben blind. Ik hou heel van paardrijden en vloggen. En ik vlog elke dag. Oké, nou, dit hebben we even opstaan. En dan gaan we nu even luisteren of het is goed. Ik zal even kijken. Nou, hij is goed hoor. Je hoort wel een beetje ruis. Ja. Waar zou het vandaan komen? Oké, camera loopt. Ik ben Marina, ik ben 11 jaar oud. Mijn grootste hobby's zijn paardrijden en vloggen. En ik ben blind. Sinds wanneer rij je al paard? Ik rij al vanaf mijn zesde paard, dus dat is ongeveer 5 jaar. Ja, ik gebruik meestal geen stok, omdat ja, ik vind het gewoon, het is wel heel handig en ik loop ook wel heel soms mee. Maar eigenlijk bijna nooit omdat ik het gewoon ja, onhandig vind, want dan wil ik even ergens heen rennen en moet die stok weer ergens laten. Dus ja. Dat snap ik. En doe je nog meer buiten paardrijden en vloggen? Dat je nog andere hobby's hebt? Ik zat vroeger op zangles. Je zingen wel ook wel heel erg leuk. En ja, ik vind eigenlijk heel veel van het. Kijk, ik vind het licht op die bank vind ik ook heel artistiek of zo. Ja, ja. In de camera. En vind je niet dat mensen je anders behandelen? Vind je dat niet stom of vervelend? Soms behandelen mensen me wel eens een beetje anders. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend, want ik ben ook gewoon normaal. En mijn vriendinnen die doen dat echt helemaal niet. Die vergeten me ook wel eens. Zo rennen ze weg en dan denken ze, oeps, ik ben wat vergeten. Ja. En heb je ook iets wat je mist wat je niet kan zien? Ik vind het wel jammer dat ik mijn ouders niet kan zien en mijn vriendinnen en mijn neven. Maar ik vind het niet zo erg, want ja, ik kan ze wel gewoon, zeg maar ja, niet zien, maar toch wel zien, weet je. Blijf nog eventjes. Ja, ik kan nog maar eens. Sorry, kan je een beetje meer deze kant op gaan zitten? Oh, ja, ach, ze zielig beest. Ja, even kijken hoe het zit met licht hoor, want het is wel heel licht. Ja, hoor. Kan ik het gordijn een beetje dicht doen? Ja, even gordijn. Even kijken. Het is dan wel weer heel erg donker. Ja, kijk. En misschien ook zo'n beetje inzoomen op die telefoon. Ja, mag ik even kijken.
aan deze kant misschien wel. Ja, ik doe het heel even aan deze kant. En dan als je zegt, ja, zal ik even mijn mobiel laten zien en zo, en hoe dat zit, dan kom ik weer aan de andere kant van jou staan. Moet ik hem dan al in mijn hand nemen of zou ik hem nog even hier neerleggen? We kunnen het alle twee opnemen als je wil. Ja, ik wel gewoon even. Ja. Ja, hij draait. Ik heb natuurlijk ook een telefoon, dat is deze. Het is eigenlijk gewoon een hele normale iPhone. Alleen bij instellingen kan je instellen dat hij gaat praten. Ik zou het zelf niet proberen, want je weet echt niet hoe je weg moet. Dus ik ga even laten zien hoe dat werkt. Nou, hier staat mijn homescreen. En dan heb ik hier bijvoorbeeld WhatsApp. Oh, berichtje van opa, maar die gaan we dan gelijk even luisteren. Hoi Marina. Nou, ik ben thuis bij de honden hoor. Niet blij. Chacha blij. Luca blij. Oh, ze zijn allemaal blij. Dat is een nou, ik heb een fijne vlucht gehad en ik vond het hartstikke leuk dat je me naar Schiphol hebt gebracht. Nou, je hoort het wel en dan doe ik je van de week nog wel eens eventjes bellen. Dag lieve, en bedankt voor het wegbrengen, hè. Ik heb ervan genoten. Doei! Oh, ja, maar... mag ik graag nog even kijken of misschien via deze kant beter kan stellen? Nou, dan ga ik nu even nog terug inspreken. Hoi opa. Nou, fijn dat je er bent. En ja, doe ze maar allemaal de groeten. Dikke vis. Joehoe. En dan sturen jullie nog even een leuke smiley achteraan. Kijk, hij praat ook met typen. Dus kijk, dan typ ik even hoi of zo. En dan denk ik, wat is een beetje raar als ik dat naar opa gestuurd. En dan stuur ik een rood haartje. Die stuur ik er dan nog staan. Ik heb nog meer werk zien, het zijn uit allemaal groepen en zo. Dus ja. Nou, ik ga wel houden. Nou, ik ga even kijken. Nou, hier zijn we dus naar Klokseland. En zo kan ik dus de filmpjes zien. En dan heb ik hier het hele overzicht van de weg. Dat je dat ook gewoon helemaal zelf kan. Hi! Hallo! Zijn jullie klaar? Goed zo. Hier dan. Yes. Yay! Pauze! Ja, dat hebben we nog 10 minuten. Want, Nee, gewoon lekker alsof je een beetje buiten aan het spelen bent. als je misschien aan de andere kant van het muurtje wil beginnen. Daar? Rechts. Hier, helemaal op deze kant. We zijn nu op de Maneesje en ik ben heel erg benieuwd hoe ik moet. Nee. Nou. Dus we gaan even snel naar de kantine, want ik moet nu heel graag weten. Hey, Ree. Hey. Je mag op verder. Oké. Rijdt hij al? Goed zo, Esther. Aan je baard, ja. Bereltje mag dat wel. Ja, goed aan het. Het is heel belangrijk, Baret, dat je die van achter naar voren aan het werk zet. Lijkt dat je links achter meer moet. Even aankijken.
iets bij de letter. Iets aan je rechter teugel houden. Rechts, rechts. Ja. Sta je recht op je legs af. Ja, dat geeft niet. Mesje erin doen. Ja, hij mag een beetje doorstappen, Luna, die gizmo. Hij is misschien een beetje moe van de les hiervoor. Even die hoeken doen, hè? Hardvangen, dus wegdruiven. Zeg die tweede tempo van het pak. Denk wel aan de hoeken. Afleiden. Verder, dat we normaal. Zo, verder in de sturen, Marine. Linkerug, aanblijven, houden we de hoek uit. Daar, heel weg. Je moet in die hoek ook blijven rijden. En alles gaan lopen. Gaan rijden. Vierde kloppen, hoek. Yes, kom op. Verder nog naar voren. Ja. Het rijden is super leuk. Ik vond het ook een hele erg leuke dag. Jullie ook wel. Ja, zeker weten. Nou, Tessa blijft logeren. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor een leuke dag. Ja, hetzelfde. Ja, het is echt een hele leuke dag. Ja, heel goed gedaan. Ja. En ja, nou, dan zien jullie mij morgen weer bij een volgende video. Oh ja, en abonneer ook nog even allemaal op Hoefwijzer. Dankjewel. Tot morgen allemaal. Joehoe!